SV Bornem organiseerde op zaterdag 4 juni een meeting voor scheidsrechters die hun kennis nog een beetje wilden uitbreiden. Spreker van de avond was niemand minder dan bondscoach Guy Thijs. Later op de avond sprak Willy de Klerk met hem over zijn stokpaardje, Belgisch voetbal. Het is ook gezegd geweest als we terugkwamen, de boel is kapot. Wel, ik denk toch wel dat wij in de voorbereiding van Europa 84, nu met ons 8 op 8, hebben bewezen dat dat niet waar is. Meneer Thijs, hartelijk bedankt voor de komst hier, voor een klein interviewje. U hebt hier juist de analyse gegeven van de Wereldbeker 82. Wat is eigenlijk het nut van die analyse en het nut van deze cursus die hier vandaag plaatsvindt? Wel, ik heb mij hier gericht tot dus gediplomeerde oefenmeesters. En ik denk dat het zeer nuttig is voor hen te weten dat er bepaalde ploegen speelden in de mondiaal. En ook wat onze voorbereiding was voor de mondiaal, dat wij daar geleefd hebben, op welke manier dat daar gewerkt is geweest. Ik denk dat het voor jeugdige trainers van zeer groot belang kan zijn. Is dat nuttig eigenlijk voor die toptrainers? Dus hier in België hebben we nu al Van Imst, Doks, ook Van den Daal nu bij Gent. Moeten die mannen dat gevolgd hebben eigenlijk om een topploeg te kunnen trainen? Wel, ik denk dat je toch wel iets moet gevolgd hebben. En ten tweede moet je toch voor aan de top te werken, volgens mij een ervaring hebben van het hoge voetbalniveau. Zelf op hoog niveau gespeeld hebben is volgens mij toch altijd zeer nuttig. Hoe komt het eigenlijk nu? Die Belgische trainers komen veel op. Dus in opgang eigenlijk, weinig vreemde trainers nog in België, hoe komt dat eigenlijk? Wel, ik denk dat het een normaal verschijnsel is. Onze Belgische voetbal staat aan de top. Ploegen zoals Anderlecht winnen Europese bekers. Nationale ploeg staat al 3 jaar op de top, in Europa toch ook. Ik vind het helemaal normaal dat onze eigen mensen hier werken, die toch de mentaliteit van de Belgische spelers kennen, die de voetbal van de Belgische clubs kennen. En ik vind het een fantastische zaak dat de buitenlanders hier stilaan buiten blijven. Waarom? Die hebben ons hier installeren. Het is veel beter dat in onze eigen mensen blijft, volgens mij. Blijkbaar kon dat vroeger toch niet? Wel ja, het moet zijn dat er vroeger andere problemen zijn gerezen. Ik begrijp die altijd niet al te best, maar voor de ogenblik schreef ik ernaar dat wij met onze Belgische oefenmeesters en ook in clubverband dat het veel beter is om met Belgen te werken. U bent ook zo'n succestrainer, vanaf dat u trainer bent van nationale ploeg. Allemaal successen. Aan wat is dat te wijten? Is dat aan de spelers of ook aan de trainer? Wel, ik denk dat het aan de twee te wijten is. Alleszins, je moet de zaken kunnen relativeren. Als je geen spelers hebt, kun je geen resultaten maken. Het materiaal moet veranderd zijn, maar als het materiaal veranderd is, ja, dan moet er ook het uiterste uitgehaald worden. En dat is volgens mij van groot belang. Het is toch hetgeen dat er in de laatste jaren met de nationale ploeg gebeurt. Wij hebben de finale gespeeld in Italië. Wij hebben toch de mondiaal gehaald. Wij staan nu terug met een 8 op 8 in kwalificatie voor 84. Dus een trainer heeft ten eerste goed materiaal nodig. Zonder dat kun je het niet. Maar als je het materiaal in handen hebt, dan moet je er ook kunnen mee werken. U hebt ook in uw betoog daar juist in de kantine gezegd dat een Belgische ploeg een counterploeg is. En ook een ploeg die de buitenspelval hanteert. Is dat niet gevaarlijk? Onder andere nu Alderik de Saal eraan, dat het toch gevaarlijk is. Is dat zo? Wel, ik ben er niet met akkoord. Hè. Ik zeg nog, Rick is een goede vriend van mij. Rick haalt altijd de momenten aan dat wij door het falen van de buitenspelval eens een doelpunt tegenkrijgen. Ik zeg het nog, ik ben absoluut niet voor het systematisch buitenspelval spelen, maar je moet het toch kunnen. En een counterploeg, dat kan volgens mij geweldig spectaculair zijn. Wij spelen geweldig goed de counter en minder als we de wedstrijd zelf moeten maken. Ja, zoals tegen Cyprus had dat niet gevaar in van eventueel punten te verliezen tegen die kleine ploeg. We hebben Noorwegen gehad in Lokeren toen. Nu Cyprus op de IJsselen een keer gekregen. Ja, had dat geen gevaar in voor eventuele verliespunten? Wel, dat had altijd gevaar in, maar het gebeurt nog niet te dikwijls. In Lokeren is het gebeurd, maar zelf tegen Cyprus was de wedstrijd niet goed. Maar we hadden 4 op 4, dus volgens mij is dat niet zo gevaarlijk. Nu de verwachtingen, bijna gekwalificeerd voor Frankrijk, zo goed als zeker. Wat zijn de verwachtingen daar voor die eindronde? Wel, in ons beroep moeten wij altijd ambitieus zijn. Een trainer die geen ambitie meer heeft, die moet stoppen met werken. Dus ik zeg het, wij hebben de finale gehaald in 80. Wij hebben een fantastische eerste ronde gespeeld. Argentinië geklopt in Spanje. Daarna een afgang, slechte wedstrijd tegen Polen. Nu eerste ambitie is kwalificatie en dan volgende zomer naar Frankrijk, zo ver mogelijk raken. Ik weet niet wat het kan geven, maar wij moeten de ambitie hebben van zo ver mogelijk te gaan. Houdt het geen gevaar in voor de Belgische ploeg, die spelers die naar het buitenland trekken, bij Pfaff, Van der Rijken, Gerrits, Koek, wellicht, houdt dat geen gevaar in? Wel, dat houdt alleszins een gevaar. De Nederlanders zijn erom kapot gegaan. Dat brengt alleszins een gevaar, bijzonder op het gebied van voorbereiding. De spelers zelf hebben wel de ambitie van te spelen voor de nationale ploeg en daar is zeker geen probleem. Maar zoals u weet ligt de competitie stil bij ons. Een weekend voor een wedstrijd op een woensdag.
En die spelers in het buitenland, die moeten dan spelen, die komen maar de maandag aan en daar kun je nog weinig mee aanvangen. Dus dat is wel het probleem kwestie van voorbereiding. Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n voorbereiding voor een internationale wedstrijd? Dat is geweldig belangrijk, omdat je spelers krijgt uit verschillende spelconcepties. Ze spelen in de verschillende ploegen uiteraard, niet volgens dezelfde normen. Dus op dat moment moet je dat samenbrengen. Dat automatisme zit natuurlijk in onze ploeg. We vermits al jaren samenspelen, maar het is toch altijd noodzakelijk van eens 3-4 dagen bij elkaar te zijn om dat terug op punt te zetten. Dat klikt zeer snel, vermits het spelers zijn met groot talent. Maar het is toch noodzakelijk van enkele dagen bij elkaar te hebben.